We gaan op berenjacht. We gaan een hele grote vangen. Wat een prachtige dag. We zijn niet bang. O jee, een rivier. Een diepe, koude rivier. We kunnen er niet bovenover. We kunnen er niet onderdoor. O nee, we moeten er wel dwars doorheen. Het is overkomen waar je uit Australië, maar ook in Dordrecht, zijn ze volop op berenjacht. Naar aanleiding van een kinderboek van 30 jaar geleden. Het is echt een virus, een berenvirus lijkt het wel. Overal zie je beren. Maar de aanleiding is inderdaad dit boek van Michael Rosen en Helen Oxenbury. Het is een boek uit, volgens mij uit de jaren 70 al. En het is nog altijd in druk. Het is er 30 jaar. 30 jaar bestaat het. En het gaat dus over een gezin die op berenjacht gaan. En ze zijn niet bang en ze nemen allerlei hobbels. En ze gaan overal dwars doorheen. Wat wij nu ook moeten. We moeten hier dwars doorheen. Ik ben zelf ook een kleintje van 2. Ja, mijn hele dagen binnen trek je niet. Dus het is wel leuk om af en toe de straat even op te kunnen. En een beetje zorgen dat je niet te dicht bij anderen komt. Maar dan kan je wel op zoek naar die beren. Dus daarom dacht ik, nou, dan hang ik ook een beer op. Volgens mij is het zelfs in Australië begonnen. Daarna België. En nou is het overal. Dus heel bijzonder. Ja, zo ook bij jullie achter de etalage. Bij ons ook in de etalage, ja. Want ja, wij zijn van het boek, hè. En er zit natuurlijk ook een beer. En thuis heb ik ook een beer. Heb jij ook een beer? Nee. Nog niet? Nee. Dat moet je doen. Ja. Vinden kinderen leuk. En dat is heel makkelijk vooral. Hè? Ik bedoel, je zet zo'n ding voor het raam. En de lol is er. En er staan er 2 nu. Ik heb die voor mij daar neergezet. Die heeft, ik werk bij de ambulance dienst. Dus ik heb, die had zo'n pak van de ambulance dienst aan. En het is mijn oude beer van toen ik zelf klein was. Daarnaast staat een beer, die heeft mijn dochter ernaast gezet, die wil wat doen. Maar ja, zo makkelijk gaat dat en het is blijkbaar leuk. Ik zag van de week al mensen staan, die gingen echt hier moeder met haar kindje voor het raam en wijzen. En dat is leuk om te zien. Ze schijnen ook iets van een kaartje te hebben waar ze het op aan kunnen tekenen. Je hebt zelfs op internet een soort landkaart waar je al die beertjes ziet zitten. Ja, het is echt gigantisch. Het loopt bijna uit de hand. Dat is niet de bedoeling, hè? Hele leuke actie, ja. Zeker in deze tijd. Oké. Okay. We gaan nooit meer op berenjacht.